Yo guys, Ledge hier met vandaag een nieuwe video en vandaag is de nieuwe Minecraft Survival Season 2. Jawel, jawel, we zijn terug in mijn base en misschien hebt je de stream gezien, misschien ook niet. Maar ik ben bezig aan de ingang van mijn base. Ik heb even niet meer gespeeld, maar ik heb wel heel drukke avonden gehad met school. En die andere vlog die ik online wou smijten, dat is allemaal wel gelukt. Dat is allemaal wel gelukt, maar daardoor heb ik natuurlijk wel wat minder kunnen spelen, dus is er nog niet zoveel veranderd. Ik zal eerst kort zeggen wat ik heb gedaan in de stream. Dus ik heb hier een beetje te terraformen, want vroeger kwam de grond dus tot hier en dat kwam helemaal tot hier. Maar ik heb dat speciaal aangepast, zodat ik deze twee dingen hier mooi kon hebben. Hier was ook nog een cave, hier is ook alles weg. En hier ben ik een tree farm begonnen voor mijn bijen. Zoals je ziet, ik heb hier allemaal bloemetjes geplaatst. Jezus Christof, en die is helaas al dood. Maar ik heb een nieuwe bij. En die nieuwe bij, die zit hierin. En ik ga die bij een naam geven in de livestream. Deze zaterdag. Dus deze zaterdag ga ik terug streamen. Ik denk dat zaterdag mijn streamdagje gaat worden. En de afgelopen week zijn we ook nog naar de end geweest met de boys. En daarvan zien jullie nu een paar clipjes. Ja, twee mensen op de grond getiefd geweest. Aha, we zijn er. Fletcher! Woe! Ben je de grootste fan? Ik wil een aantekening! Hier, man. Is het de cobblestone boom? Ja, toch? Yay! Wacht op, iedereen wordt het laatste oog. Ice ik ga hem net zoals vorige keer een stemming doen wie er als eerste in moet. Of... Ah, ik heb wel geen blokken, dus ik kan sowieso niet eerst gaan. Oké, okay, we gaan eraan beginnen, jongens. We gaan. Yay! Ja. Allemaal tegelijk in springen of? Als je echt alles te veel verliest. Nee, oké, okay, we gaan een stemming doen, dat is inderdaad traditie, ja, kom op. Traditie. Penny moet eerst nog een speech houden. Oké. En 3, 2, 1. We moeten wel een plateautje hebben. Mensen, vorig seizoen was het 2 maanden. We hebben er lang op te wachten. Op een Elytra en we hadden geen mending boeken of unbreaking, we waren niet voorbereid. Nou, we hebben in de eerste weekend fucking veel gegrind. Sterf, je zet hier nou de soort oh. Maar nu gaan die allemaal wakker worden. Oké, guys, fuck jullie allemaal. Oké. De stemming. Oké, ik stem op Aaron. Wie gaat er als tweede? Ik stem op Aaron. Oké, ik stem op Gletscher. Ah, wat? Oh. Daar ging de traditie. Ik weet niet wie de moeder is van de Ender Dragon, maar ik weet wel dat die strakke begrafenis moet gaan regelen. Hé, hey, was die Ender Chest heen? Die heb ik niet afgezet. Ja, ik ga nu. Oh, fuck. Minecraft. Zeg, maar zou dat ding eens kunnen stoppen? Ik zal aan, oké? Hou. Nee, zet het water terug neer. What the fuck? Wat de fuck, zo vind. Wat de hel? Oh mijn god. Jezus, die laatste jongens, kom op. Ja, eerlijk, niemand raakt. Nee. Auw. Die andere dragon pakt geen damage nu op, hoor. Nee, er moet iets op die auw. Hey! Ja. Oh, Jezus Christof, sta me bij. Ja, ja, vlieg maar door je eigen toren, hoer. Kudos. Wat de fuck is die aan het doen? Hij heeft een space, jongen. Wacht, hier moet je in zijn kont raken, wacht. Oh. In zijn anus. Nee, iemand arrows. Niemand heeft echt geraakt, dus. Aha. Mijn arrows zijn al. Wie gaat de XP pakken? Yes! We did it! Is iemand dood gegaan? Nee! Nope! Au! Epic! Yay! XP! Nice! En wie heeft het? Ik heb het! We hadden gelacht dat 60 hekken het minste van al gedaan! Jongens, gooi die hekken hier! Ik heb niet in de gooit! Kom op! Hey. Niet van! Yeah. Misschien kunnen we wel zo alle endgates laten verschijnen, dus zo... Ik heb ook een stemming neer. Maar echt waar, joh. Kun je niet stoppen, joh. Maar ik wil een brugje bouwen, yo. Oké, ik ga erin, boys. 3, 2, 1. Zijn
Eddie gaat sterven, groeten u. Hallo? Ja, ik ben natuurlijk doorgegaan. Nee! Ik ben ook zo. Nee, het is safe, je kunt allemaal tegelijkertijd komen. Maar wie, voor de volgende heb ik croque monsieur, hè? What the fuck? Heet er nu vol van, man, croque monsieur? Dat is mijn beste Frans gewoon dat ik heb gezegd nu. Oké. Maar nu jij dat zegt, ja. Ik heb een N-City. Oké, dat was eigenlijk iets meer dan een paar clipjes. Maar dat was wel ons tripje naar die end. Nu vraag je af, waarom zijn die beelden gestopt bij de N-City? Wel, ik zal je eens kort uitleggen. Ik ben nog offscreen in de void getiefd en ik ben alles kwijtgeraakt. Dat was heel zuur. En dit was dan ook mijn reactie. Are you fucking with me? Maar, genoeg geweend. Ik ben direct terug in gang geschoten en ik heb superveel diamonds gevonden, maar ik heb geen Fortune 3 pickaxe. Maar, die ga ik nu maken. Fortune boekjes, die heb ik... Oh, dat is fire aspect, dat wil ik niet op mijn pickaxe zetten. En ik heb hier ook nog een paar Fortune boekjes. Dus, dat doen we zo. Maar ik hoop dat ik wel genoeg heb. Oh, fucking hell. Daarom ga ik nu eventjes wat kwarts minen. Ik pak even een pickaxe. Et voilà. Merci beaucoup. En ik ga kwarts minen zodat we terug op level zitten. Ik zie jullie zo terug. Oké, ik ben terug. Ik heb wat levels. En we zullen kijken dat dit gaat nu wel al. Laten we ook onze diamond pickaxe maken. Where you at, motherfucker? Dus ik ben mijn diamond aan het zoeken. Ik heb echt zoveel diamonds gevonden, dat is niet normaal. Oh. Ik weet niet wat ik daarmee moet, maar ik zal het aanvaarden. Voilà. Ik hoop dat dat genoeg is. Ah, nee, fuck off, dat meen je niet. Aha, wacht. Oké, kijk naar Stijn het misschien wel toe. Dan hebben we ook gelijk terug wat diamonds, want dat is echt wel nodig. Maar ik ga wel laten zien wat ik... hier is trouwens het terraform gedeeld. Dus dat ik er allemaal overgebouwd. Yes. Ja, natuurlijk moet dit ook nog allemaal dichtgemaakt worden. Al die shit. Jo, ook cool. Zoals ik al zei, dat is sowieso useful voor iets. Zo'n sidekick. Dus ik ga het al sowieso hier al één dieper maken in de muur. En dan ga ik dit opnieuw bouwen. Deze mond. Maar... dan gaan die ogen naar boven kijken. Want ik wil hier een waterlift naar boven maken in mijn base. Dat leek me wel cool. Ik ga hier trouwens, dit is een tijdelijke woonst. Dus geen schrik. Dit wordt niet mijn finale wezen of zo. Maar dit is toch wel een mooie woonst tijdelijk. Ik heb ook al het diorite en zo vervangen door stone. En zo. Want joh, dat is ook wel wat mooier. Oh, voilà. Even terug een lampje plaatsen. Ah, nou, een echte lampje. Dat heet een torch, Wouter. Toch bedankt. Dus laat ik deze kool ook maar even pakken. Ja, waarom ook niet? Het zijn die extra resources. Ja, noem ik er wel stone in de muur rammen. Maar dat maakt niet zo uit. Ah, nou, ik kan dat straks wel doen. Efficiëntie 5 en breaking 3. Fortune 3. En ik zie veel mensen denken van... oh, dat is eigenlijk wel een beetje lame dat iemand anders dat voor je doet. Wel... dat is waar, maar als die persoon dat wil doen, joh, kijk, dan zei ik ook geen nee, snatte. Hier gaat die mond zijn. Dat is toch het plan? En ja, dan ziet dat er een beetje schoon uit, hè. Jo. Oké, goed, dus hier hebben we mijn nieuwe diamond pickaxe. Ik heb hem niet zelf gemaakt. Hé, dat is lame, gast. Ja, I know. Maar dan ga ik nu wel eventjes mijn diamantjes hakken. Dus tot zo. Hey, voilà, ik ben terug in mijn base en verdoemen, dat zijn veel diamonds. Jazeker, 9 bloks en dat brengt het totaal op 10 bloks. En nee, 11 bloks zelfs, holy shit. Dikke 11 diamond bloks. En die gaan we nodig hebben, want we gaan heel wat stuff kopen, omdat ik voor bepaalde dingen iets te lui ben om ze zelf te doen. Dat klinkt heel egoïstisch.
Ja, dat is het misschien ook wel een beetje, maar het is niet zo bedoeld. Zeker niet. Dan ga ik ook nog wat, zoals gewoonlijk, nog wat cobblestone laten branden. Want extra stone kunnen we altijd gebruiken. Ah, just, ik heb met een cobblestone hierin gestoken. Jazeker. Hupsakee. En dan beginnen we eraan. En voilà. Goed, dus nu is de bedoeling dat we deze mond ook in onze base gaan proberen maken. Misschien niet met zijn oortjes. Maar zonder de oortjes moet het wel lukken. Dus ik ga jij u ontmeden. Ik weet niet hoeveel plaats dat precies is. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Hoe kan... Is deze het midden? Ja, niet echt. 1, 2... Wait. 1... Wacht, 1, 2, 3, 4... Wacht, deze is even heel big brainer. Zo. 1, 2, 3... 4, 5... Oké. Zo. Nice. Aha. Oké. Goed. Dan moeten we onze palen maken natuurlijk. Ik ga later de stone toevoegen hoor. 1, 2, 3, 4. Wat? Hoe kom jij hier? Ha. Maar. Dus 1, 2, 3, 4. Allee, jongens. Zeg. Oké. Bliep, bloep, bliep. Wacht, ja, dat komt niet uit natuurlijk. Ah ja, nee. Zo. Dat kan ik gelijk. Zo. Zo. En zo. Trappetje zo. Oké. En dan even die kwarts er nog bij halen. Lijkt het op. Oei. Dan ga ik hier toch wel iets hoger moeten maken hier binnen. Dat had ik niet aan gedacht. Maar dat is geen probleem. Voor alle dingen die niet hoog genoeg zijn, die moet je hoger maken. En in deze gevallen gaat dat perfect, dus waarom ook niet, hè? Oké, we zullen straks wel zien dat we meer nodig hebben. Waarschijnlijk wel. Maar at the moment is het wel even goed zo. Ah, maar fuck. Ja, ik ben verkeerd bezig, hè. Ja, moesten 5 blokken tussen, kut. En ja, die stone gaat er ook aan. Ja, dat Minecraft muziekje past er al voor recht bij. Oké, goed, zover staan we al. Ik ga ook even die kwarts pakken als ik nog over heb, normaal wel. Een Silk Touch pickaxe heb ik eigenlijk wel nodig. En wees maar zeker dat ik nog kwarts over heb, jongens. Amai, jongens toch, sorry. Eeuw. Wat is dat allemaal? 2 kwarts blokken hier. Stoonkuttertje hierin. Oké. Het is trouwens eigenlijk een beetje een tutorial hoe je deze bouwt. Dat vind ik wel leuk. Ja. Oké, die hebben een bekker al gedaan. Maar goed. Het is wel even goed voor nu zo. Nog zo één. Ja. Rivier. Oké. Boom. Voilà. Ik ga trouwens deze ook wel even veranderen, want... Oei. Hier irriteert mij toch ook even iets te hard aan. Yes. Oké. Zo ziet dat er trouwens wel echt niet uit. Dat geef ik wel eerlijk toe. Dus, 1, 2, 3. Nee, we gaan het zo doen. Zo, 1 blokje zo. En dan hebben we nog 1 blok zo nodig. Nice. Ah, dat blokje moet hier ook vervangen worden. Maar ja, zeg, waarom pakt hij deze niet? Oké. Maar, yo. Ja, maakt niet uit. Ik zie echt zo'n paar mensen denken van, dude, dat ziet er niet uit. Oh, sorry. Als dat uw mening is, maar joh, kijk, c'est la vie. Niet iedereen vindt alles even mooi, maar ik vond het wel eens leuk en ik denk dat... Iedereen er wel relatief goed op reageerde. Ik heb trouwens nog altijd geen scaffolding. Als iemand dit kijkt van de Minecraft community, maak alsjeblieft zo'n scaffolding, want zeg, ik heb het wel nodig. De ogen. Oké. Ja, goed zo. Ja, I don't know. Maar ze moeten naar boven kijken, want het dingetje gaat naar boven. Snap je? Oeh, dat heb ik heel goed gezien. Ja.
Ja, hier fix ik even geen extra stonussen. Ja, even geen zin in. Maar is het, ik heb wel het gevoel dat dit niet juist is. Nee, precies. Ik dacht het al. Verdoemen. Ik dacht van, deze patroon komt mij niet zo bekend voor. Want dan moet eentje naar achter. Oké. Okay. Ik hoor ook even mensen denken van, waarom gebruik je hier een stoomblok voor? Verspilling. Oké. Okay. Ja, dan is het zo. Oké. Okay. Boom. Ja, deze vind ik een heel leuk idee. Ook al zei ik het zelf. Goed gedaan, Gletscher. Goed gespeeld, mol. Okay, heeft helemaal niks met de mol te maken. Kan ik gewoon... Ja. You had one job. Ah ja, en dan... Nou was het gewoon twee bloks er tegen, zeker. Ja. Oké. Okay. Dat is wel nog cool dat ik die hierin heb, vind ik. Dat heeft wel nog iets. Ah, dat is wel een nadeel dat je die hier niet zo goed kunt zien naar waar die kijkt. Dat is wel jammer op zich. Maar nee, dan klopt het een slijp en dan is het gewoon naar beneden bouwen. Oké. Okay. Dan ben ik er ook wel ver mee klaar dan. Ja, ik ga wel toch wel aanpassingen moeten doen, want ik ben niet uber content. Dat was geen referentie naar Nazi-Nederland of zo. Nederland, oei. Duitsland, sorry Perry. Kijken wel naar boven, maar... Ietsje ben not overtuigd. Maar als ik hier een slab plaats... dan zeg ik een ster. Komt daar misschien wel mooi uit. En ik ga trouwens twee zo sters fixen. Ah ja, dan ga je dat misschien beter kunnen zien naar waar het die kijkt, zal ik het zo zeggen. Ah, frik. Ik kan ook gewoon niks soms, hè. Fuck. Oké. Okay. Zo. Oef. Zo. Oké. Okay. Ja. Dan, hier kijkt hem dan wel duidelijk naar boven. Nu hoop ik natuurlijk dat ook mooi uitkomt boven, anders zal dat wel heel gênant zijn. Maar ik denk het wel. Ah, oei. Ja, ik denk dat de aflevering moet stoppen met pickaxe is bijna af. Oké. Okay. Nee, maar dan ga ik dit verder afmaken. En dan ga ik jullie terugzien in de stream. En dan hier nog een silk touch pickaxe maken. Kunnen we hier wat gras zetten. En dan gaan we de base echt eens goed onder handen nemen in de stream. Deze grot wat mooie designen. Ik heb er echt zin in. En ja, dan ga ik deze video afsluiten. Maar, vond je deze video leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer. En de volgende keer een nieuwe Minecraft Survival. En ik zeg, ciao.